ingang. Nou, ingang en uitgang. Zo, daar reed ook een, maar die is geblokkeerd. Ja. Hi. 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 Ik ben klaar. Ben jij klaar? Ja. Ja, ik had eigenlijk weer richting de watertoren weer willen gaan om daar weer te proberen een shortje te maken. Ik moet hem even weer langs hem zitten. Zo. Dus ja, dat is. Daar is ook een jasje. Ben jij zo'n grote meis? Oh, ja, je bent een lief hoor. Je bent wel een beetje een mooi hondje. Ja, je bent een mooi hondje. Ja, doe je oortje goed. Ja, ik heb geen andere hondjes gezien hoor. Nee. Nee, jullie zijn de enigste. Ja. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag, de 16e van de 3e 2023. En we leven om 15.34 uur. Ik ga zo mijn hondjes uitlaten, want ik ben nou echt wel super laat, maar niet door mijn fout. Nee, die begon gisteravond over te geven, Rijka. Dat weten jullie, heb ik gisteren gemeld. Nou, dat is de hele nacht en de halve ochtend doorgegaan. Dan kun je wel zeggen, ja, maar dan was je vanochtend wakker. Ja, maar ik moet wel mijn slaap hebben, weet je. Dus ja, ik ben net beneden en ik heb kandelf eten gegeven. Ik heb ze de tuin ingelaten en dan ga ik met ze lopen. En ik moet nog naar de apotheek toe, want daar is een fout opgetreden bij de apotheek. Want ik heb nooit geen sms'je gehad en mijn medicijnen die zijn binnen, maar allang al, hè. Dus daar ga ik zo even naartoe ook, maar ik ga eerst de meiden uitlaten en dan pak ik dat rotding weer uit de schuur en dan ga ik er even naartoe chasen. En dan ben ik ook zo weer terug, mag ik hopen. Maar ja, ik wil ook weer een short proberen te maken van de watertoren, want dat is gisteren dus mislukt. Dus dat gaan we ook proberen te doen. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En ik moet de vlog in elkaar zetten. Ook is Kari weer in de stad. Dus ja, hoe en wat, ik weet het allemaal niet. We merken het wel, we zullen het wel beleven. Ja toch, gewoon lekker rustig aan en gewoon genieten van je dingen die je doen moet of doen wilt of doen gaat. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, gewoon ook van jullie eigen dingen genieten. Dat moet je gewoon doen. Ja, gewoon genieten. Want. Ja, en hoe mooi de oogjes nog vrij zijn, hè? Ja. En die ligt daar. Die ligt er ook lief bij. Dus ja, dat dus. En daar kan ik al van genieten. Van die twee. En natuurlijk ook uiteraard van mijn kereltje. Daar geniet ik ook van. Dus ja. Ik weet het gewoon niet wat ik erover moet zeggen. Maar dat is gewoon zo. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja, en ik denk dat. Ja, er ligt mijn poep op in de tuin van Eldering. En daar kwam het meeuwen op af. Ja. Dus ik had zomaar een meeuw in mijn tuin. En daar schrok ik een beetje van. Ik denk, wat is dit dan? Wanneer komt er nou een meeuw in je tuin? Dan moet er toch wel wat liggen, denk je dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen,
geniet gewoon van je ding en geniet een klein beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. En zoals jullie zien, ben ik in de stad. En Karen die is er ook, maar die is in een andere winkel. Ik ben er net hier bij de apotheek geweest. Hier, even mijn medicijnen gehaald. Wat ook gebeuren. En dan gaan we die kant op. Ja, ik weet waar ze is. Dus het komt helemaal goed. Zo, ik zou zeggen. Want ze is hier binnen. Dus ik hou jullie weer lekker naar de grond toe. Zo, ik was alweer klaar. Oh, was je alweer klaar? Nog ken ik niet achteruit, hè? Nee, natuurlijk niet. We moeten eerst weer draaien. Omdat het de ingang is. Ingang, nou ingang en uitgang. Zo, daar heb je ook een, maar die is geblokkeerd. Ja. Hi. Hi. Ik ben klaar. Ben jij klaar? Ja. Ja, ik had eigenlijk weer richting de watertoren willen gaan om daar weer proberen een short te maken. Ja, nou. Dan moet ik hem even weer langzaam zetten. Zo. Dus ja, dat dus. Daar is ook een jasje. En wat ik met een jasje bedoel, nou, dat is die steiger. Dat is een jasje. Ja. Een kapsalon. Nou, dit is de apotheek dan waar ik net vandaan kwam. En daar wordt nog steeds heftig gebouwd. Hey. Koopjes achter in de winkel. Dus ja, dat dus allemaal. Het is een Chinees restaurant, maar in Nieuw-Nelder is die beter. Maar ja, ik stop weer eventjes en we zien elkaar later weer. Zo lieve vrienden, we zijn weer thuis. Tenminste, ik ben weer thuis. Ja, enkel mijn hoofdpijn, dat is ook nog steeds niet over. Nee, dat wil maar niet. Het is op en neer. Ik zou het liefst naar mijn bed toe willen, maar dat doen we niet. Nee, dat moet ook nog een keer met de meisjes uit. Ja. En ja, ik ben dus de stad in geweest, zoals jullie weten. En Karin was gezellig mee. En we hebben lekker, tenminste Karin die heeft dan gelopen. Ik kon dat niet, want ik had last van mijn knieën. Dat moet er allemaal eerst nog intrekken, die zalf. En dat moet even gaan helpen, die zalf. Dus ja. Maar de trap, dat ging alweer aardig beter. Maar ik heb ook nou ontzettend veel last van mijn rug. Maar het kan ook allemaal mede door het weer komen. Ik weet het niet. Nee. En door afgelopen nacht met Rijka natuurlijk lopen te hannissen. En die ligt nou in de mand. En ze heeft net een theebiscuitje gehad. Elwing ook. En die staat nou te eten. En Rijka ligt in de mand. Ja. Zo is het. En niet anders. Gelijk weer een beetje gek doen. Ken ik ook hoor. Maar vertrientje. Maar ja, die is ook zo lief hè. Ja, die is ook zo ontzettend lief. Waar ga je hem al naartoe? Hé, ben jij lief?
Ben jij zo'n grote meid? Oh, ja, je bent een lief hoor. Je bent wel een beetje een mooi hondje. Ja, je bent een mooi hondje. Ja hoor. Doe je oortje goed. Zo. Ja. Ik heb geen andere hondjes gezien hoor. Nee. Nee, jullie zijn de enigste. Ja. Ja, met jullie heb ik een ander hondje gezien dat we naar het huis gingen. Dat meisje, dat leek wel bewust mijn kant op te komen met het hondje. Terwijl ze het hondje zelf amper kon houden. Moeten jullie naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Jeetje, dan krijg ik die deur niet dicht. Ja, daar komt ie. Zo. Die gaat onder de tafel door. Nou ja, het zal. Maar in ieder geval, ja. Wat ik wil zeggen. Ik ben wat sluug. Ik ben wat moe. Ja, nou ja, moe binnen wel 3 jaar. Ja, kan ik ook niks aan doen. Nee, meer dan 3 jaar zelfs alweer. Zeg maar rustig 4 jaar. Want dat jaar daarvoor, voor het hele gesodemieter, ben ik dus ook heel erg ziek geweest. En een paar buren hier achter me, na die tijd heb ik nog wel meer gehoord, die ook ziek waren. En dezelfde symptomen die bij de corona behoort. Maar de corona was nog niet uitgebroken, maar in mijn ogen was het dan wel de corona al geweest. Maar dat de hogere pieven dat nog niet wisten. Ja, trouwens, corona is er altijd al geweest, want dat bestond al in de 13e, 14e eeuw. Dus ja, wat voor gezeur hebben ze daar in Den Haag? 2 keer niks. Maar oké, ja. Ja, wat is? Wou je weer naar binnen, schat? Wou jij weer naar binnen? Ja, waar ga je naartoe dan? Bij jullie. Ja? Lekker ding. Hé? Een meisje, hè? Ja, je bent een meisje. Kijk, er is er nog één. Die wil ook naar binnen. En daar is meneertje Kandel. En die wil nog even naar buiten. Nou, vooruit dan maar, hè. Oh, ik ga eens even weg. Ik draai jullie even om. Want ik heb jullie verkeerd vast. Zo. Zo. Ja? Is het zo? Ja, moet er toch bij kunnen, hè. En dan moet ik die haak hebben daar. Doe maar. Doei. Doei, doei. Doei. Doei, doei. Ja, doei. En dan staat hij daar dus. Daarom, je ziet hem wel hoor, ondanks dat het dichtgeplakt is. Hé? Ja, maar je hebt net een koekje gehad. Je bekijkt het maar even. Ja. Je hebt net een koekje gehad. Ik weet nou niet waar de kleine nou hangt. Daar. Moet je ook weer naar binnen, schat? Goed zo. Hé? Ik zag wat liggen. Daar. Ja, weer een stukje grond eruit. Oh, 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 oh.
kijk, daar. Daar komt dat ding, ja. Nou, gaat goed hier, Marnieheus. Ja. Gaat steeds verder en verder en verder en verder kapot. Joh. Scooby Scooby Doo. Scooby Scooby Doo. Je bent lief, hè? Is Elwin lief? Ja, is hij zo lief. En kijk, Gandalf gaat niet weg, hè? Nee, nee. Het zal nog worden, vrouwtje. Laat me dat maar gewoon weer in. En ik wil een snoepje. Wil jij een snoepje? Wil jij een snoepje? Ja, dat dacht ik al, maar dan gaat hier wel de draad dicht. Ja, want ik stop niet voor ons lieve heer. Die doet het maar voor zichzelf. Zo. Ja, haha. Ja. 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 Kijk, dat is dit. Dat gaat hij krijgen, meneertje. Ja. Ik strooi dat eerst wat op mijn hand. Ja. 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 En dat vindt hij lekker. Jullie hebben net gehad. Ja, we blijven niet aan de gang, hè? Zo. Ja, we blijven niet aan de gang. Vanavond krijgen we het aan die bus. Hé? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond, want het is al avond. Ja, degene die nog eten moeten, net zoals ik, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne lieve avond geweest en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangebroken. En ja, ik ga zo meteen lekker naar boven toe lopen, want wij willen een bedje toe. Dus we komen gewoon jullie wat rust te wensen en een goede nacht en slaap zacht. Dus ik zeg dat aan de andere kant van de nacht. En dan zien we wel weer wat de dag ons brengen gaat, want dat weet ik ook allemaal nog niet. Dus dat zien we dan morgen wel weer. Voor nieuwe dingen, ja, we zijn er altijd voor in. Dus komt allemaal goed, ik zou zeggen. Hou gewoon vol goede moed en tot later. No longer the same. 'Cause it's for